Maar ik zei tegen Jordi, kom, we gaan wel bouwen voor de video, maar wat gaan we bouwen? Toen zei Jordi, misschien iets in het Sprookjesbos. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Droomkraft. Leuk dat jullie weer kijken. We gaan in ieder geval iets bouwen vandaag, maar dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doen we met een van onze bouwers, genaamd Jordi. Ik had afgesproken, maar waar zit die knaap? Jordi? Boe! Oh! Het is de zee-Jordi-min. Klopt dat? Oh. Ja, is dat een zeer zeldzame ja, diersoort? Dat zijn die. Die komen alleen voor in onze server. Maar ik zei tegen Jordi, kom, we gaan wel bouwen voor de video, maar wat gaan we bouwen? Toen zei Jordi, misschien iets in het Sprookjesbos. En toen liep ik langs de zeemermin. Ik dacht, het is eigenlijk gewoon een zeemermin op een rots. En meer niet. Het is niet echt iets herkenbaars. Dus weet je wat we doen? We gaan die mevrouw eens even vragen of ze even wegkomt hier. Mevrouw, oh, ze is een pop natuurlijk. Je gaat niet zomaar weg. Oh. Je moet even B pakken. Ja, daar gaat de magie. Oké, wacht. Ik neem haar mee. En dan doen we NPC hier. Hoe gaat het ook weer, die TP? Plus NPC... Ja, kijk eens. Kijk, ze luistert. Kijk. Nu staat ze hier zo. En later dan verplaatsen we haar weer eventjes. Want we gaan hier dus alles slopen. En Jordi, vertel eens even. Wat zijn de plannen om hier te gaan bouwen? In deze video. Nou, de plannen zijn... We gaan deze rots uitbreiden slash veranderen. En dan gaan we op de rots een leuk schelpje maken waar Ariel in kan pitten en chillen en allemaal dat soort gebeuren wat zeemerminnen doen. Ja, want weet je wie ik mis? Ik mis gewoon één iemand hier, eigenlijk meerdere personen, maar ik mis eentje. Die mis ik hier in dit gebied. Ik heb het gevoel dat het een rood basie is. Nee. Of een witte. Nee, ook niet. Jordi. Ja. Is het een man? Nee, het is... Weet ik niet. Het is een mix, denk ik. Nee. Ja. Nou, okay, ja, niet, ik ben niet goed dat in hinten. Sorry. Botje. Botje is altijd bij de zeemermin. Ik heb de films... ik weet niet of ik het heb gezien. Voor mij vroeger ooit één keer. Het is wel echt lang geleden. Maar, ja, het blijft natuurlijk nostalgisch. Heerlijk. Maar Botje was altijd met Ariel, toch? Ja, dat klopt. Nou, in ieder geval ga ik even een beetje ruimte maken. Terwijl Jordi eventjes met gouden blokken even een soort van... Ja, maak je nu de schelp gelijk al? Ja, hè? Nee, ik maak eerst een klein rotsje, zodat het een plateautje heeft. En dan hierop ga ik de schelp maken. Want de mensen staan hier dus achter het bosje. En die moeten natuurlijk wel een beetje... Maar er is een klein geheimpje. Ik ga eens even kijken of ik dat kan vinden. Want hier is namelijk een kleine doorgang. En dan kan je namelijk hier bij het sprookje komen. Maar waarvoor dat is, dat zeg ik liever niet. Dat moet je zelf maar een beetje gaan uitzoeken. Zo, ik zal hier een beetje het water uit vergroten. Want het water gaan we ook ietsje breder maken. Zo. En dan dit randje gaan we even veranderen met natuurlijk ook de steen. Op deze manier. Dit ziet er al beter uit. Want het is allemaal zo, gemaakt. En ik vind dat zo'n watertje, dat mag wel een beetje breed zijn aan deze kant. En aan de andere kant mag die ook wel weer een beetje breder hier zo naar achter lopen. En hierachter, dat is leuk om te zien, zit alweer de cars. Kijk, dit is de grote rotswand. Of hier al een beetje de woestijnwand van de cars. Dus als we hier een beetje het 3D maken, want het is allemaal zo plat... Dan ziet het er ook veel beter uit. Maar we moeten natuurlijk wel even uitkijken voor dat we niet binnen in de attractie zitten van de cars natuurlijk. Dus even uitkijken wat we precies lopen. Kijk, dit vind ik ook wel heel erg gaaf. Hier dat die boomstronk hier naartoe gaat zo. Dit even afsluiten met groen. Kijk, dat geeft al een beetje meer 3D op deze manier. Zo, en die takken een beetje uit laten steken. En datzelfde geldt voor hier. Dus een boom. Nou, laat me een beetje hangen. Zo. Ja. En heb je het sprookje wel eens gezien? De kleine zeemermin? Natuurlijk heb ik die ooit gezien. Echt heel lang geleden. Echt hoor. En wat vond je ervan? Spannend. Vooral. Ja? Want het was toch iets van... zij kreeg de benen terug als ze verliefd werd? Of hoe zat dat nou precies? Ja, volgens mij was het dat ze heel graag mens wou zijn. En dat ze dan Ursula had je. En die gaf haar beentjes voor haar stem. Omdat ze een hele mooie zingstem had. Zangstem had. En, en toen op land kwam ze een hele knappe prins tegen. Oeh, maar ze mocht dan niet verliefd worden natuurlijk, toch? Ze mocht niet praten.
Oh, dat. Oh, en, die praten. Oh, ja, en ja? Dan komt die Ursula ook nog lekker terug op land. En dan gaat ze dan met een spreuk, dan betoverd zij die prins. Ja. En dan, dan gaat die prins eigenlijk met haar trouwen. Terwijl die eigenlijk gewoon verliefd is. Ja, op logisch. Ariel. Zonde, hè? Hoe dat dan zo loopt, hè? Ja. Ja, zonde. Maar ja, doe je niks tegen. Maar ik vond altijd, zij is toch oorspronkelijk gewoon een prinsesje, toch? Ariel? Ja? Ja, van, toch? Van Poseidon. Is dat van Poseidon? Oké. Okay. Ja, ze is gewoon een prinsesje natuurlijk, logisch. Precies. Kijk, dit is wel leuk, vind je? Kijk, dan sta je hier zo en dan zie je in ieder geval wel wat diepte in de achtergrond. Ook met dat gras daar, dat is wel beter. En dan kun je in ieder geval die mooie plantjes kan je natuurlijk erachter ook plaatsen. Dan zie je vooral dat, dit moet trouwens ook nog gras, want mensen mogen natuurlijk, jullie weten het als jullie de video zien, maar de mensen die het niet weten, die zien natuurlijk niet dat de cars daar achter zit. Dus dat is een beetje het geheim. Het Sprookjesbos is natuurlijk ook wel een beetje een soort van, het zit er helemaal tegenaan gebouwd. Dus het is wel... het is allemaal een beetje krap. Ja. Maar het staat wel daadwerkelijk in een bos. Dus dat sowieso. Ik pak ook trouwens dat kleine gras. Dat vind ik leuk zo. Dan kunnen we een beetje die platte oppervlaktes mee vullen. Dat vind ik zelf persoonlijk ook wat mooier. Zo. En natuurlijk is een bekend liedje ook diep in de zee. Hè? Dat kennen we wel. Ja, zeker. Want hoe ga je dit nou doen? Het is een schelp en die is een beetje van de zijkant. Dus Ariel moet denk ik hier staan. Ja, zo nog. Hier zo. Mag ik haar al verplaatsen? Wacht daar nog even mee. Oh. Want, zo. Oh, ja. Nou. Ja, ik deed eventjes expres. Want dan moet je, dan is het voor jou moeilijker hè, om te bouwen natuurlijk. Ja, zeker. Wacht even, ik zal haar NPC look close. En dan zal zij een beetje naar me kijken. Dan kan ik een beetje laten draaien, zo. En dan staat ze in ieder geval schuin. Wel schattig. Maar dan moeten we ook een item frame pakken. Want volgens mij is er een soort botje in de visjes. Zoals we kijken, ja, hier. Het is eigenlijk een pufferfish. Maar ik vind het persoonlijk wel meer lijken op botje. Vind je niet? Ja, zeker. En we kunnen een botje hiernaast. We kunnen een klein aquariumtje maken voor botje. Dat kan ook. Dat is ook leuk. Want anders lijkt het net alsof die opgezet is op die item frame, hè? Dat is zonde. Ja. Want ik kan ook hier een anvil maken. En dan kan ik gewoon even zeggen van het heet geen pufferfish, maar het heet gewoon. Even kijken. Hoe heet die nou? Botje, hè? Botje. Ja. Hoe heet die in het Engels eigenlijk? Geen idee, joh. Oh, botje, ik heb de kleurcode, misschien? Doet het niet. Nou, dan doe ik gewoon even botje zonder die tekens, zo. Ja, botje gewoon, hè. Ja. Nee, hij heeft toch een naam in het, ik weet het niet. Hoe kunnen we, doen we hier met een item frame erin? Of met een armor stand? Lukt dat? Kan met een arm, kan dat? Weet ik niet, zal ik eens proberen? Ik ja, zit trouwens ook te denken, ik denk, nou, misschien gaat het wel. Ik pak een armor stand, kijk of je een vis eraan vast kan maken. Daar komt hij. Nee, het lukt dus niet. Jammer. We moeten toch met een item frame gaan doen dan. Ja, die item frame die kan je er denk ik misschien zo achter plaatsen. Ja, en dan gewoon, wacht, ik had hem even weggedaan. Ik pak hem er weer bij, zo. Item frames, zo. En als het goed is... Ja, kijk eens aan. Ook dat is leuk. Maar de mensen zien nu wel dat er aan zijn zijkant komen. Oh ja, beter, ja. Perfect. Dat zo'n beetje aansluit met elkaar, dat is misschien beter. Ja, die schelp vind ik mooi, ook met die zandkleuren en zo. Misschien kunnen we die zandkleuren ook wel een beetje terug laten komen hier. Dat vind ik persoonlijk wel leuk. Oh ja, daar dacht ik ook een beetje mix. Zo. Een beetje birds moeten er doorheen. Oh als goede mixen van kleuren, als je die wilt gebruiken, dan is het altijd handig om altijd een beetje autobussen te doen. Want dan heb je meer verschillende textures. Ja, klopt. Want ik heb hier ook een beetje een dikke sandstone. Je kunt hem misschien opstapelen, een beetje voor de hoogtes, dat is ook wel leuk. Ja. Ja, inderdaad. En misschien op de achtergrond wil ik ook nog wel een paar hier plaatsen, want ik vind dat ook belangrijk. Dat het gewoon een beetje een soort meer strandgevoel wordt. Oh, die valt naar beneden, zo. En dan hebben we ook nog, dan pak ik even die birch planks, zo. Oh, maar dit ziet er al, ik denk wel beter uit. Maar kijk, wat een upgrade. Het sprookje is eigenlijk vanaf een vrouw op een berg... Is het alweer een stuk leuker geworden? Kunnen we nog iets met de achtergrond doen, denk je? Of is dat lastig? We kunnen misschien grote zeewierplanten op het achtergrond doen. Dat is wel tof. En dan ga ik even kijken. Dan kijk ik denk ik naar de klei. Of we kunnen misschien naar de wol kijken. Ik zal gewoon green. Je kan ook glas gebruiken. Dat ziet er ook leuk uit. Oh, wacht even. Green stained glass. Dan pak ik ook de... Even kijken. Er zit namelijk ook de nieuwe updated blokken bij. Die we nog niet kunnen gebruiken in de server. En dan is dat een beetje een kronkelplantje. Wat zich opsplitst naar twee.
Of niet? Ja, zeg maar een soort van grote cactus. Oké, dus even kijken hoor. Is zoiets wel leuk? Ik probeer maar wat, hè? Ja. Ja? Ja? Kunnen we nog iets met slabs doen? Nee, dat gaat dan weer niet, hè? Dat is jammer. Je kan wel nog glasplanes gebruiken. Zo. Oh ja, oh dat is leuk. Voor een beetje dat het uitsteekt. Als een soort inderdaad cactus. Mm-hmm. Misschien kan ik hier ook een beetje de bosjes weghalen. Dat we hier dan weer ruimte maken voor een plant. Anders zit hij weer veel te dicht bij Ariel. Zo. Dus jij deed dan met glas. Tak het eruit. Ja, een beetje zoiets. En dan een beetje donker erbij. En dan, het wordt wel een beetje krap hier. Jij moet het maar even oordelen hoor. Jij bent een bouwer. Ja, is. Kijk, en dan schooi je het gewoon een beetje weg zo. Het mag wel. Bomen moeten ook in ieder geval een beetje gesnoeid worden, logisch. Anders worden ze te groot dadelijk. Dat willen we ook niet hebben. Zo. Ziet dat er een beetje apart uit? Ik weet het niet. Deze erbij. Oh, je hebt ook trapdoors. Waarom heb je trapdoors erbij? Wat is de Dat geeft idee meer, meer... Ik ben een heel groot fan van trapdoors, voor als je het nog niet door had. Maar ja. Dat geeft meer, vind ik, smoothness van de blokken. Want je hebt slabs natuurlijk, maar dan heb je trapdoors en die zijn nog dunner. Dan heb je, dan lijkt het meer glad, vind ik. Oké. Okay. Even kijken, dus hier doe je een trapdoortje op. Juist, kijk. Oh, dat ziet er, vind je het leuk uitzien, die plant hier? Ja, zeker. Oh, maar dat ziet er leuk uit. Dat vind ik gaaf. Misschien kunnen we nog wat toevoegen. Misschien bubbeltjes of wordt dat te druk? Een beetje je kan, met van die blauwe, met glas misschien. Ik zit een beetje mijn fantasie aan te laten werken hoe je het gevoel krijgt dat je echt een beetje onder water feeling hebt. Misschien ook wel met gewoon lichtblauw, maar ik denk alleen met glas denk ik dat je het best kan doen. Mm-hmm. Dat het een beetje zweeft hierboven. Is dat leuk? Zo? Oh ja, ja. Ik weet niet. Zo, ja. Dan heb je een beetje achtergrondvulling. Een beetje donker natuurlijk. En misschien kan deze er een beetje tegenaan zo. Of moet het een beetje los ervan? Ik denk een beetje los zo. En deze dan bijvoorbeeld, je doet gewoon up, kijk, up die. En zo. Gelukkig wordt er in de chat gereageerd op het grof taalgebruik. Soms hebben wij mensen die zich niet helemaal kunnen gedragen. Die weten dan niet dat de opnames zijn, maar dat geeft niet. Kan allemaal gebeuren. Allemaal. Zo. Het kan allemaal. Het is niet netjes, maar het kan gebeuren. En dan hebben we hier glas. En dan pakken we ook deze. Dus dan, zou ik dat ook aan de zijkant doen zo? Ja, kan. Zeker. Zo? Is dat raar? Als ik het zo een beetje... Dat geeft het meer vorm, vind ik. Ja, vind ik ook. En daar ben ik ook wel fan van, eigenlijk. Zo. Of is dat raar zo? Dat onder... Ja, kan. Ik doe het gewoon. Weet je, je moet ook niet... Ik denk niet dat je moet twijfelen als je bouwt. Nee. Dat je gewoon moet doen en dan zie je vanzelf wel. En als het echt niks is, dan verwijder je het gewoon. Precies. Oh, maar dit ziet er echt wel leuker uit. Moet je kijken, wat heb je allemaal toegevoegd? Een schepje. En hier ben je ook met het, natuurlijk trapdoors aan het werk. Iron trapdoors in dit geval. Maar wel erg leuk hoor dit. Misschien kunnen in het glas ook al een paar van die glasblokjes plaatsen. Maar dan wel die volle, niet die andere. Kijk. En dan, is dat raar zo? Ik denk dat het er wat meer raar uitziet. Ja, vind je dat raar? Ik weet niet. Ik weet niet. Het is moeilijk. Ik vind het wel wat. Want je ziet de vloer er meer door. Oh ja. Ja, dat is wel weer zo. Lastig. Ja. Ik vind ze wel leuk namelijk. Nou ja, weet je, dan haal ik het weg. Ja, nee, ik kijk je soms... Kunt ook de vloer van het water dieper maken en dan kan je die wel plaatsen. Dan heb je nog steeds water eronder. Dus kijk, als ik dit nou eens een beetje dieper maak. Kijken dat het niet te diep is, want nu zie je al bijna achter de schermen wat er allemaal is gebouwd hier. Oh. Kijk, dan doen we gewoon een beetje hier zo, een beetje blauw. Dat mag ook wel. Zo. Hoppakee. En dan een beetje... Gewoon in het water of gewoon wel op de oppervlakte bedoel je dan? Op, ja. Oh, wacht even hoor. Dus dan krijg je dit. En dan hier kunnen we dan een beetje het dirt weghalen. Want dat moet dan in principe... Hey, kom maar lekker zwemmen, jongen. Jij kwam... Ja, ik zag je wel. Je dook gelijk ook het water in. Je denkt, hey... Diepte. Dat is gezellig hier onder water. Dat gaan we eens ook doen. Alleen dat water moet ik even fixen met fix water. Even kijken. Hoppakee. Dan is dat ook gefixt. Nou, Jordi, dit is echt wel een leuke verbetering. En hoe lang zijn we bezig geweest? Misschien 10 minuten? Ja, en gewoon een compleet sprookje vernieuwd. Met bordje erbij. En Ariel. En moet er nog iemand bij? Missen we nog niet die prins? Ik dacht ook wel aan die prins misschien. Zullen we dat nog doen voor het einde van de video? Ja, zeker. En zullen we die prins ergens op een plant zetten? Of zetten we hem ergens kunnen op we, ja. Misschien hier. Kunnen we hier nog iets hier erbij zo. Maken, ja. Ja. Een klein kasteeltje of zo.
Een kasteeltje op dit kleine plekje? Een zandkasteeltje. Ah, ja, doe maar. Kijken. Hoe zou we dat doen? Ik denk met slaps misschien of zo. En dan hier, hier hem neerzetten hier. Of de bovenop, ja, op een verhoging of zo. Ook wel even dat hier staat. Oké, maar wat is zijn naam en wat is de skin? Dat is de vraag. Ja, prins. Hoe zou die heten, die prins? Sommige mensen worden echt boos op ons, hè. Dat wij nu... We hebben even stiekem opgezocht. Het was dus prins Erik. Ik heb ook een skin gevonden, maar ik weet niet 100% of die klopt. Maar hij ziet er wel echt uit als een prins. Dus waarom ook niet? En die zetten we dan hier neer en die kijkt dan zo naar Ariel. Ik vind het echt superleuk. Het heeft wel een soort van... Het hoort gewoon bij elkaar. En het is leuk dat hij ook inderdaad op een mini zandkasteeltje staat. Natuurlijk moet je wel een beetje je... Ja, je fantasie gebruiken. Je ziet natuurlijk niet echt een kasteel, maar als we het zo vertellen, dan kan je het wel zien. Ja. Nou, kom zeker weten even naar play.droomkracht.nl om dus de server om dit sprookje mee te maken. En natuurlijk even te ontdekken, want als je hier dus aan de zijkant hier doorheen loopt, dan kan je dus even een stukje zwemmen en misschien zit er wat onder water. Dus ja, ik zou het even ontdekken. Bedankt voor het meedoen, Jordi. Ik vond het super gezellig. Ja, zeker. Geef je hem nou oogjes? hij wordt wel een beetje eng nu. Dat kan. Ja, we zijn nog een beetje aan het rommelen. Ja, misschien als je in de server komt, zie je nog wel veranderingen hier. Dus ga het zeker weten even bekijken. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Droomkracht. Doei, doeg! Joehoe!